Luchtvaartmaatschappijen nemen het zekere voor het onzekere in Egypte. Alleen als ze zelf de koffers kunnen controleren, kunnen die koffers mee met de passagiers naar huis. En geld terug voor wie niet meer wil naar Egypte, dat is niet mogelijk bij alle tour operators. Verder in het nieuws vandaag. Als zij de verkiezingen wint in Myanmar, komt ze dan ook aan de macht? En een onrustige Pegida-demonstratie in Utrecht. Goedenavond. Alles wijst erop dat een bom de oorzaak was van het neerstorten van het Russische toeristenvliegtuig vorige week. Zei gisteren de leider al van het onderzoek naar de ramp dat het zou blijken uit de laatste secondes die te horen waren op de voice recorder van de cockpit. Vandaag vertelde een Egyptische onderzoeker tegen persbureau Reuters dat het voor 90% zeker is dat het een bom was. En dus nemen luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Egypte geen risico. Op het vliegveld van Sharm el-Sheikh voert een Belgisch veiligheidsteam een laatste check uit van de bagage die in het ruim moet. Net als Nederlandse reisorganisaties sturen ook Belgen eigen teams om de controles te doen. Van handling mag er niemand in het toestel komen, niet in de hold, niet in de cockpit. En de kans is dus groot dat het een bom was die aan boord is gesmokkeld. En daarom mogen Egyptische werknemers de bagage niet aanraken. Mevrouw, kleine vraag, wat vindt u van de procedure? Ja, ik vind dat wel goed. Ja, zeker dat dat door ons eigen volk werd gedaan. Ik vind dat, dat is geruststellend. De sfeer is wel gespannen, dat voelde wel. Ja. Blij om te vertrekken? Ergens wel, ja. Ja. Ik zal blij zijn als ik in Brussel geland ben. Dank u wel. Dank u. Nou, bij deze controle werd niks gevonden. Het vliegtuig kon vertrekken naar België. En de afgelopen dagen zijn duizenden toeristen uit Sharm el-Sheikh vertrokken. Het wordt steeds stiller in die badplaats. Op een enkele toerist na alleen Egyptenaren in de stad vanavond. Zij proberen er ondanks de ellende het beste van te maken. I have one of the best restaurant for fish. I lose more than 2000 or 3000 Egyptian pounds every day. I have 22 persons work with me. Eating, drinking, taking salary, I don't know. Er is maar één bron van inkomsten in Sharm el-Sheikh. If tourists go, I think we will have no job, have no work. Because Sharm el-Sheikh is a tourist city. Delayed for now for 4 days. And hopefully Monday, but it could be Wednesday. I don't know. The information is very poor. I've been here many, many times, but I think it's unlikely that I would be back. Because there are other destinations where you can be more assured of your schedule. Moeder Cindy en dochter Tiffany uit België zijn blij dat ze vandaag wel vertrekken. Het is hier leuk en toch denk je continu omdat je van alles hoort. Ben je niet meer zo op je gemak. Zeker thuisfront de hele tijd belt van hoe gaat het. We horen alles van opnieuw, maar hier weten we eigenlijk niks. Zouden jullie hier nog een keer terugkomen, denk je? Ja, volgend jaar willen we wel terugkomen. Ja, we hebben een leuke vakantie achter de rug. Ja, nu nog thuisraad. Het is druk 's middags op het vliegveld. Ook een klein groepje Nederlanders vertrekt vandaag. We hebben een heerlijke vakantie gehad, dus het is hier prima. Komt u terug, denk ik? Ja hoor. De Egyptenaren hopen dat er meer mensen zo over denken. This is not the first time. And because we are strong enough to survive, so we keep surviving. And I hope that people come more in our country and we will make for them all things to make them happy. Ja, Nederlanders die dat niet willen, niet langer naar Egypte willen vliegen, krijgen niet zomaar hun geld terug. Annuleren zit er bij TUI of Neckerman reizen niet in. Vluchten naar Sharm el-Sheikh en alleen vluchten naar die bestemming kunnen gratis worden omgeboekt. In dit geval betekent het dat wij geen nieuwe klanten meer brengen naar Sharm el-Sheikh. Dat we alleen nog maar mensen ophalen op reguliere vluchten. Dat betekent aanstaande dinsdag halen wij daar de laatste mensen op. En dat wij Hurghada en Marsa'alam gewoon blijven aanbieden. Weliswaar met voorzorgsmaatregelen, waardoor wij ook nu de ruimbagage extra checken. Zoals gisteren bij de Transavia-vlucht zijn de KLM security mensen meegevlogen. Die een extra check hebben gedaan, ook op die luchthavens op ruimbagage. Maar dat is puur een voorzorgsmaatregel. Gisteren werd bekend dat reisorganisatie Corendon per direct Nederlandse vluchten naar alle bestemmingen in Egypte schrapt. Klanten die een reis naar Sharm el-Sheikh, Hurghada of Marsa'alam hebben geboekt, krijgen een alternatieve bestemming aangeboden of krijgen hun geld terug. En dan de verkiezingen in Myanmar, het voormalige Birma in Zuidoost-Azië. Dat betekent Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi als grote favoriete.
Dat was 25 jaar geleden ook zo. Maar toen was alleen haar portret in de straten te zien. Ze stond onder huisarrest. Ze won de verkiezingen, maar de militairen accepteerden de uitslag niet en verlengden haar gevangenschap keer op keer. En nu, 25 jaar later, is ze vrij en krijgt ze een herkansing. En opnieuw is ze de grote favoriet. Alles draait vandaag om haar, de dame in het rood, Aung San Suu Kyi. Ze is een heldin in het Westen. Ze won de Nobelprijs voor de vrede. Maar meer nog is ze een heldin van het Burmeese volk. Maar of Suu Kyi kan winnen, zal voor een deel afhangen van hoe eerlijk de verkiezingen verlopen. En dat hangt dan weer af van deze man, president Thein Sein. Hij heeft eerlijke verkiezingen beloofd en het lijkt erop dat hij die belofte houdt. So far what we are observing is a procedure that looks as if it is rather reliable. It is not free of flaws or shortcomings, but we didn't expect that. Het tellen van de stemmen is vanavond begonnen en duurt zeker tot morgenochtend. Maar dat neemt niet weg dat de aanhangers van Suu Kyi het wel weten. Zij vieren alvast feest. Met wat vertraging op de lijn hebben we contact met correspondent Michelle Maas in Myanmar. Haar aanhangers vieren, zagen we Michelle, al feest. Maar betekent dat nou dat Suu Kyi ook echt aan de macht gekomen? Nou, dat valt nog te bezien, want wat zeker is, is dat ze niet alleen aan de macht zal komen. Daarvoor hebben de militairen wel gezorgd, want die hebben een grondwet geschreven waarin ze zichzelf sowieso al een kwart van alle zetels in het parlement hebben toebedeeld. En de verkiezingen gaan alleen maar over de rest van die zetels. Daardoor moet Aung San Suu Kyi niet 50, maar 67% van de stemmen halen, wil ze überhaupt een meerderheid halen in het parlement. En dat komt voort uit die grondwet die militairen hebben geschreven. Daarin staat nog meer geschreven. Daar staat onder andere ook in dat zij geen president kan worden. Dus president wordt ze ook niet. Want het is verboden omdat zij twee zoons heeft die een buitenlands paspoort hebben. Dat wordt uitgesloten in die grondwet die de militairen voor zichzelf hebben geschreven. Ja, dus heel veel belemmeringen. Maar schets eens, wat gaat er gebeuren dan in Myanmar straks? Nou, als zij die 67% niet haalt, wat heel erg veel is, dan zal ze een coalitie moeten maken. En die coalitie die kan gaan met kleine splinterpartijen, met etnische partijtjes in het land. Maar er is ook een grote kans dat ze een pact zal moeten sluiten met dezelfde militairen, dezelfde ex-militairen die nu aan het bewind zijn. Dus met president Thein Sein. En als dat gebeurt, dan heb je een geval waarin zij weliswaar een grote partij heeft. Zij groot is geworden in het parlement. Maar waarin de zaken toch gedaan moeten worden met die militairen. En waardoor er uiteindelijk in Myanmar niet die grote verandering op gang komt waar haar aanhangers vandaag feest voor vieren. Nee, duidelijk. Dankjewel, Michel. Utrecht, hier in Nederland. Er zijn zeker 30 mensen aangehouden bij een demonstratie van de anti-islamitische beweging Pegida. Arrestaties onder voor- en tegenstanders van de beweging. Ruim 100 Pegida-betogers gingen vanmiddag naar een park net buiten het centrum. De gemeente had die plek uitgekozen omdat een vorige demonstratie in het centrum leidde tot opstootjes. Sommige Pegida-aanhangers willen lopen naar het park. Maar de gemeente wil geen mars door de stad en brengt de betogers zelf. De demonstratie begint onrustig. Demonstranten zijn woedend omdat de politie protestborden in beslag neemt. Er stond gewoon een bord wat overal staat met islam is terreur. Dat moest hier weg, dat mochten we niet laten zien. Ik zie daar het probleem niet van. De rest van de middag wordt er vooral geluisterd. Grenzen sluiten en de-islamisering zijn de oplossing. Tegen demonstranten aan de overkant van het park proberen dat luisteren nog te verstoren. Maar zij mogen vandaag niet demonstreren en worden door de overal aanwezige politie de andere kant op gestuurd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vanochtend de Britse dodenherdenking in Londen bijgewoond.
Bij het oorlogsmonument in Hartje Londen legde eerst de Britse koningin Elizabeth en daarna koning Willem-Alexander een krans. Maxima keek toe vanaf een balkon. Met zijn aanwezigheid denkt het Nederlandse koningspaar de Britten voor hun aandeel in de bevrijding van Nederland 70 jaar geleden. En in het Belgische plaatsje Marken is vanochtend een auto ingereden op een groep oud-strijders. Twee veteranen zijn daarbij overleden. Ze waren bijeen voor een herdenkingsparade toen de auto op hen inreed. De bestuurder was onwel geworden. 10 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder van deze auto. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt in verband met een ernstig ongeluk in Schiedam vrijdagavond. Hij zou met nog wat anderen in de auto hebben gezeten die een man van 21 doodreed. Die auto ging er vandoor daarna en reed iets later tegen een boom. Of de opgepakte jongen achter het stuur zat, is niet bekend. Deze gitaar van John Lennon heeft op een veiling in Los Angeles $2,4 miljoen opgeleverd. Volgens kenners een record voor een gitaar. Lennon kocht de Gibson in 1962. De gitaar is onder meer te horen op Beatle-hits Love Me Do en She Loves You. In Los Angeles werden meer bijzondere objecten geveild uit de muziekwereld. Een met bladgoud beklede piano van Elvis Presley bracht $600.000 op. Woensdag begint op Malta een top over de migratieproblemen in Europa. Afrikaanse en Europese landen overleggen daar over de komst van asielzoekers uit Afrika. Want ook die groep groeit. Er zijn mensen die voorlopig mogen blijven, maar vaak ook moeten ze terug. En als ze dat doen, teruggaan, is dat soms een succes. Weer is een Ghanese familielid op bezoek. Nederland is nooit ver weg. En van het stel hier woonde ook de vrouw ooit in Amsterdam. Maar als illegale economische migrant en niet als oorlogsvluchteling kreeg ze geen verblijfsvergunning. No, it's not fair. To me it's not fair at all. If someone love you, he will come to you. I go there because I love the country. I love the white people. But unfortunately they don't want me. They don't like me to stay there. Joyce liep tegen de lamp, werd vastgezet en naar Ghana gedeporteerd. Eenmaal terug in eigen land lukt het dit keer wel een succesvol bestaan op te bouwen. I started small and now, oh God, make it very big now. I'm okay and I'm very happy now. So you never want to go back to Europe again? Oh, I like to go back again, but I don't want to go and hide myself again. We travel from the US straight to the England. The summertime and we are jamming right over here, right down to Ghana. Reislustige Ghanese laten ook op het strand Nederlandse sporen na. Frank woonde illegaal in Amsterdam. Ook hij werd gedeporteerd. Met zijn strandtent hervond hij zijn vrijheid. Dat Nederland nu grenzen stelt, vindt hij volkomen begrijpelijk. The Dutch people want to protect their country, right? And if you allow a lot of people inside your country, you yourself you're gonna go down, you know. So I think what they're doing is right, really, I tell you, it's really right. Because everybody in Africa want to go to Europe. That's the whole thing. You understand? Because they feel if you go to Europe, you can change your life within one day, but then they don't understand that it has to take a whole lot of time, a whole lot of years for you to build it. My experience in, you know, Holland, I always hide. When I see police, because I don't have no document, my heart is always going up. Yes, Africa is very difficult, but after some time, I pick up and then I'm a free man. So I'm really happy, believe me, really happy inside. Now I see police and then I'm like, hey, whatever, you know, I'm happy. Yeah, I'm really happy, believe me, yeah. Ja. En hoe is het weer in Nederland, Willemijn? Dat ziet er heerlijk uit. Terrasjes weer. Ja, soms lekker. Nog wel met een jas aan. Maar goed, we zitten in november, dus dat is dan ook niet zo verwonderlijk. Het was zacht en het blijft voorlopig ook nog zacht. Vanavond gaat er wel wat regen vallen. Dat komt vanuit het noordwesten-westen aan. Dat zien we hier ook op het radarbeeld, gecombineerd met het wolkenbeeld, satellietbeeld gebeuren. Maar wat vooral opvalt, zijn die isobaren, die lijnen van gelijke druk. Die zitten dicht bij elkaar en die blijven voorlopig ook vrij dicht bij elkaar zitten. Het wisselt een beetje, maar over het algemeen staat er de komende 24 uur gewoon vrij veel wind in ons land. En er kan ook wat regen vallen. Nou, zoals u ziet komt er dus al wat aan. Dat krijgt vooral de noordelijke helft van het land, denk ik, mee te maken. Maar misschien laat op de nacht ook wat dieper landinwaarts. Het koelt af naar een graad of 13. En morgen is het zo'n 14, 15 graden. Er is vrij veel bewolking aanwezig. Weinig zon.
Het blijft droog in de ochtend. In de middag kan er vanuit het noordwesten wat regen gaan vallen. En dan gaat ook die wind weer aantrekken. En dat is iets wat eigenlijk de komende week zo blijft. Licht wisselvallig, vrij veel wind en een graad of 14 of 15. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Alleen als luchtvaartmaatschappijen zelf de koffers kunnen controleren in Egypte, mogen die koffers met de passagiers mee naar huis. In Nieuwsuur, wat denken ze in Den Haag te gaan doen aan het vluchtelingenprobleem? Bijna alle woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer straks, die gaan over het asielbeleid. Om 10 uur, NPO 2. Goedenavond.